Wat een verschil hè, tussen de wijnen. Wat een verschil in stijlen kun je hebben. Hele verschillende stijlen. Ja. Verschillende momenten en fases ook waar de wijnen in zitten. Ja. Ondanks dat hetzelfde jaargang is. Deze wijn zelf vind ik nogal wel een beetje gesloten op dit moment. Maar er zit wel heel veel structuur en vulling achter. Ja, maar is die niet qua type gewoon wat ingetogener? Dat denk ik ook. Want aan de andere kant heb ik ook al iets van Maggi, een beetje Lavas, weet je, toch wel die tertiaire kant op gaat, de ontwikkelingstonen. Maar hij is gewoon, hij is wat ingetogener. Ja. Is gewoon, elegante stijl voor Brunello. Ja, maar zeker in de neus ook. Een hoog smaakgehalte. Hoog smaakgehalte, rode wijn. Ja, wat kookt jouw chef hierbij? Ja, hier gaan we toch echt iets met veel proteïne. Een mooi stukje wagyu. Umami erbij. En dan ga je toch echt die kant op. In de winter zou je misschien naar duif met een goede stevige jus. Ja, goed gegrilde duif. Goede stevige jus erbij. En ook qua garnituren moeten we echt in de aardse tonen hier denken. Want daar zitten we gewoon in. Dus als je deze nu koopt, dan leg je hem weg voor van de winter. Ja. 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 Ja, tenzij je helemaal los gaat op de barbecue. Dat zou ook nog kunnen. Dat zou ook nog kunnen. We gaan kijken. Het is Altesino. Montosole. Ze vierden daar hun 40ste verjaardag, zo te zien. 2015. Hij komt bij Zec Vinos vandaan. En hij kost €67,95.